Hoi iedereen, het is weekend, dus tijd om weer op zwier te gaan. Vandaag vertoeven we in Doornzele-Dries, een echt krulbolparadijs. En ik heb in deze molen een afspraak met Patrick op de bovenste verdieping. Hopelijk haal ik het. Dag Patrick. Cecilia. Welkom in de Driesmolen. Ja, ik heb nogal wat trappen getrotseerd om bij u te geraken. Ja, inderdaad. 76 trappen. Dat is niet min, hè. Ik hoop dat het de moeite waard is. Ik hoop het, want hier heb je toch een fantastisch uitzicht op de prachtige Doornzele Dries. Een van de mooiste driessen en de grootste van Vlaanderen. 19 hectare groot. Een groene long midden de industrie. En wat is dat eigenlijk, een dries? Een dries is ongeveer 2 kilometer lang. Ja? En dat is helemaal groen, dus grasvelden en zo meer. Vroeger werd het ter beschikking gesteld, dus dit terrein, voor de bewoners die langs de dries woonden. Om dus een vee op te grazen of schapen en zo meer. Dus dat dateert uit de middeleeuwen? Dat dateert uit de middeleeuwen, ja. Op het einde van een dries vind je ook de krulbolbanen. Ja, krulbol, dat is hier echt het mekka voor krulbolders, klopt dat? Inderdaad, dat is hier het paradijs voor de krulbolders. Dus tijdens de zomermaanden, want het is dus niet overdekt. Dus, en tijdens de zomermaanden liggen daar 18 krulbolbanen die dus zeer intensief gebruikt worden. En deze molen heeft ook een nieuwe bestemming gekregen? Deze molen heeft inderdaad een nieuwe bestemming gekregen. Nu is het een echt museum. Wij hebben dat dan verder uitgebouwd de laatste 2 jaar. Middels oproepen naar dus de krulbolders en naar de ganse gemeenschap, laten we zeggen, via de media, via vaktijdschriften. En we hebben heel veel krulbolmateriaal binnengekregen. Dat hebben we hier gebruikt. Dat waren truitjes, trofeetjes, dat waren foto's en we hebben daar prachtige fotocollages van gemaakt. En die wil ik wel eens zien. Die zullen jullie kunnen bekijken als we hier naar beneden gaan. Oké, dan gaan we terug de trappen naar beneden. Oei, Patrick, nog geen haar veranderd? Ja, mai. Dat dateert van 1975. Toen was ik ook nog krulbolkampioen, maar dat is al heel wat minder geworden. Toen was je dé krulbolkampioen? Ja, één van de krulbolkampioenen, laat ik zeggen. Er bestaat blijkbaar ook zoiets als een bolderstaal? Ja, inderdaad. En die is hier verzameld dus voor de expo door professor Taalderman. Onder andere termen van de boerderij, het schaap is de preut af. Het zal je waarschijnlijk niet zeggen, dat is, het spel is gedaan. Gewoon. En er is gebold gelijk een verken. Slecht gebold. Dus. Slecht gebold. Het is hier het moederhuis tegen het gesticht. Ja, dat er door beide teams zeer slecht gespeeld wordt. Ah. Ja. Ja, dit is dan ons bolderscafeetje. Hier wordt er veel nagekaart over het krulbollen. En of. Ik zie ook truitjes hangen. Ja, dat zijn de truitjes van onze helden, die dus een kampioen gebold hebben. Krijg ik wel zin om zelf te krulbollen? Dan moeten we hier enkele 100 meter verder gaan en dan kunnen we aan de slag. En zal ik je trachten een goede initiatie te bezorgen. Oké, tijd voor actie. Voilà, Celia, dat is dan jouw krulbol. Maar dat weegt nog zwaar. Ja, inderdaad. Dat weegt maar 3,4 kilo. Maar er zijn ook krulbollen tot 4 tot 5, 4,5 kilo. Amai. Maar wij houden het bij de... Maar wij houden het bij de lichtere versie. Oké, ik ben er klaar voor, Patrick. Ik zou zeggen, verkeerd. Oei. Ik ben verkeerd bezig. Ik zal je even de houding en de manier waarop je dus de krulbol moet vastnemen kort uitleggen. Ja, dus, zeg maar. De krulbol is langs de ene kant een beetje afgerond. Het is een kleine kant, dus waar dat ene gaatje is, deze kleine kant, moet altijd naar binnen, zodat het naar de stok kan, staak kan toe krullen. Ja, want het is een krulbol. De naam zegt het zelf. Oké, doe het eens voor. Ja, dat is niet slecht gebold, Patrick. Het is nu aan mij. Cecilia. Okay. Dus zo, het verlengde? Ja, ja? In het verlengde. Beetje door de knieën gaan. Ja, proberen maar door in mijn toestand, Patrick, is al niet meer evident. Dat zal inderdaad niet makkelijk zijn. Ik voel mezelf een krulbol eigenlijk. Ja, okay.
zusje. Ja. Ja, dat is hier wel tussen moederen en het gesticht, hè? Het volksportenweekend in Doornzelen brengt weer heel wat gezelligheid naar Evergem. Zo blijft ook het Meetjeslandse erfgoed bewaard. In de herfst is er ook nog het festival Goeste in Hansbeke. Daar kan je genieten van Meetjeslandse hapjes, liedjes en verhalen. Veel om naar uit te kijken dus. Maar wij van Op Zwier bollen het af voor vandaag. Ik zie jullie graag terug volgende week voor een nieuwe Op Zwier.